In deze video workshop geef ik je een korte blik op BatteryCare, een handig tooltje waarmee je het leven van je batterij misschien wel kan verlengen, maar alles alleszins toch in de gaten kan houden. Je vindt het tooltje op batterycare.net waar je het gewoon gratis kan downloaden. Dan haal je een zipbestand binnen en in dat zipbestand zit deze exe waarmee je de installer ingang duwt. Die opent zich hier, voilà. Weer de licentieovereenkomst uiteraard volledig lezen een doelmap kiezen, een menu, een startmap kiezen liever. Klik op volgende. Je kan ook een snelkoppeling op het bureaublad maken als je dat wil, maar dat hoeft niet want Battery Care start automatisch op met je computer. PC Speedup wil ik niet installeren. Volgende, installeren. Voilà, het gaat redelijk snel. Start Battery Care en dan wordt het programma automatisch geopend. Het nestelt zich dan in het systeemvak van Windows met een blauw icoontje. Waar je rechts klikt op toon en dan krijg je dit te zien. Dit is de interface van Battery Care. Je ziet hier twee tabbladen, basisinformatie en gedetailleerde informatie. Redelijk duidelijk, je ziet de huidige capaciteit van je batterij, de resttijd en de status. In dit geval zit er geen accu in, dus geen batterij in mijn computer. Wat een beetje stom is als je een Video Workshop Battery Care gaat doen, maar dan heb je deze optie ook eens gezien. Je ziet hier ook de temperatuur van je harde schijf en je processor, al kan hij de gegevens van mijn processor nu even niet uitlezen. Dat is belangrijk om in de gaten te houden, want hoe warmer je computer, hoe meer sleet er aan kan komen. Bij gedetailleerde informatie kan je dan het type van de batterij zien, de ontworpen capaciteit en wat weet ik allemaal. Dat zijn waarschijnlijk gegevens waar je niet zo heel veel mee bent, maar die van pas kunnen komen als je eens een helpdesk moet contacteren. Hier krijg je de voortgang van de ontlaatcycli te zien. Een 0 van 30, wat wil dat zeggen? Wel, een volledige ontlaatcyclus betekent dat je batterij volledig leeg is geweest. Maar dat hoeft niet per se in één keer. Battery Care houdt het bij, je moet hier niets van aantrekken. Maar de maker van het programma raadt je wel aan om je batterij eens volledig vol te laten. Vervolgens helemaal leeg en dan in één trek terug op te laden, zodat hij opnieuw gecalibreerd wordt. Dat is belangrijk omdat je dan kan zien hoeveel resttijd je nog met je batterij hebt. Als je je batterij eens niet volledig leeg laat en dan wordt hij niet gecalibreerd, dan kan die goktijd er wat naast zitten. Maar genoeg gezeverd, het nuttige aan deze video-workshop is misschien een blik op het instellingenvenster. Daar kan je van alles aan aanpassen, maar eigenlijk hoeft dat allemaal niet. Je kan hier aanvinken of je het programma al dan niet automatisch met Windows wil opstarten. Ik raad aan van wel, want dan kan het de nodige gegevens verzamelen en dan kan het je waarschuwen wanneer nodig. Zoeken naar updates bij opstarten is ook logisch en hier kan je een aantal dingen aanvinken om de zuinigheid te bevorderen, bijvoorbeeld bepaalde dingen uitschakelen wanneer je notebook op zijn batterij werkt. Hier zien we ook nog de meldingen. Je kan gewaarschuwd worden wanneer de accu volledig is opgeladen en kalibratie aanbevelen na bijvoorbeeld 30 ontlaadcycli. Je kan hier ook nog waarschuwingen krijgen wanneer de batterij bijna leeg is, maar die waarschuwingen die zitten ook in Windows, dus dat is een beetje overbodig. Bij energiebeheer kan BatteryCare automatisch het gewenste energiebeheerschema instellen. Dat energiebeheerschema of die energiebeheerschema's die zitten in Windows, maar die moet je normaal gezien zelf gaan aanpassen. Als je dat wil, dan kan je hier een vinkje zetten en dan kan je kiezen als je op accustroom stroom werkt, dus op je batterij, welk van deze drie schema's Windows moet gebruiken en zodra je op netstroom zit, welk hij dan moet gebruiken. De precieze details van die dingen die kan je instellen in Windows. Bij geavanceerd kan je hier nog een aantal vinkjes bij zetten, maar dat is niet echt nodig. Dat kan je beter laten zoals het is. Met een druk op opslaan bewaar je al je instellingen. Als je wat meer informatie wil hebben over het hele gebeuren met de ontlaadcycli, dan klik je hier op Meer informatie. Dan kom je op de website van de maker terecht en dan lees je zijn take of zijn visie op het hele batterijgebeuren. Kom je hier terecht, je krijgt wat uitleg over het memory effect of het geheugen effect en een antwoord op bepaalde prangende vragen die je misschien hebt.